Ik ben niet eng. En dan nu? Hallo kijkers, als er iets niet goed is met dit filmpje, dan kan ik daar alleen maar mezelf de schuld van geven. In 1978 ben ik verhuisd van Kerkrade naar Nijmegen. Ik was toen 18 en ging studeren hier. Nu, 35 jaar later, woon ik er nog steeds. Voor Nijmegenaren ben ik geen echte Nijmegeneur en voor Kerkradenaren ben ik geen echte Kirchrutscher Jong. Sinds een week is er een meldpunt Limburgers. Dat was een grap als protest tegen het meldpunt Oost-Europeanen. In Nederland hebben we vrijheid van meningsuiting en dat is een goede zaak. Als je mensen anoniem laat klagen over buitenlanders, ben je niet goed bezig. In 1976 verscheen de tweede LP van het Simplistisch Verbond met erop het interview met de voorzitter van de partij tegen enge buren. Dat was een satirische manier om te protesteren tegen de kortzichtigheid van sommige politieke standpunten. Deze week heb ik die LP gekocht bij de Waaghals. En iedereen die deze sketch wil horen, mag lekker bij mij komen buurten. Dan draaien we dit plaatje en praten we gezellig met elkaar over hoe goed we het hier hebben en hoe makkelijk het is om vanuit een gespreid bedje te roepen dat anderen niet deugen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En onze eerste maatregel zal dan zijn: alle enge buren onderbrengen in speciale enge buurten voor enge buren.